planten uit het zaad aan het rooien. Ze staan al dicht op elkaar, dus voorzichtigheid geboden. Dit is allemaal materiaal met doel Phytophthora-resistentie. En de Phytophthora heeft flink huisgehouden. Het materiaal hier was helemaal gezond en het was dus afwachten of er Phytophthora-aantasting in zou komen. Op een gegeven moment zit er zoveel Phytophthora-sporen in de lucht met herkomst van afvalhopen en aardappelopslagplanten in andere gewassen en aangetaste aardappelgewassen, dat ik er hier onder loop. Daar ben ik blij mee, omdat ik dan kan selecteren op vatbaarheid. Ik bewaar per plant één knol als eerstejaarskloon voor volgend jaar. Van de planten die vrij zijn van aantasting, en als er een lichte aantasting in zit, houd ik ook vaak één knol aan, die ik dan wel apart in de bak gooi. Deze knollen kunnen toch waarde hebben voor de veredeling, als we de komende jaren misschien weer andere genotypen van Phytophthora schimmel hebben. Zie voor uitleg naar de vorige video. Dit blijft er dan over van een goede kruising van 340 planten. Ongeveer 90 knollen. Het meeste komt in de voerzak. Hier een kruising die bijna helemaal aangetast is. Gelukkig maar 60 planten. Waarvan ik er 4 met matige aantasting heb overgehouden. Soms staat er een zonnebloem in de weg. Gelukkig zitten er ook prachtige kruisingen bij. Mooie vroege looftypen met mooie knollen. En geen Phytophthora. Maar na een week in opslag kwam ik toch wat problemen tegen. Ook in de knollen uit planten die vrij waren van Phytophthora. Dan het loof nog even opruimen. Gemengd met gezond gras op de composthoop. Het spul van gisteren staat op boven 60 graden Celsius. En kan volgend jaar weer op de tuin.
Bedankt voor het kijken.